Afrikanen ontdekken Ter Haak. Op Twitter gaat het niet over voetbal. Dit is Amsterdam Inc. van donderdag 17 juni. Havenbedrijf Ter Haak is inmiddels een van de grootste bedrijven in de Amsterdamse haven. Ondanks de crisis blijft het bedrijf uitbreiden. Een van de redenen voor de groei is de dochteronderneming Cargo Company Eijmond. Ter Haak is een havenbedrijf wat al sinds 1911 in de Amsterdamse haven zit. En wij zitten in verschillende disciplines, vijf verschillende takken van sport, zullen we zeggen. Eén is Cargo Company Eijmond. Dat is een bedrijf die gespecialiseerd is op het verschepen van ladingen voor onze allochtone medemens. Die hun spullen naar hun home country sturen. Onder andere Ghana en Nigeria. En daar faciliteren wij ze door een stuk terrein ter beschikking te stellen. Die ze kunnen gebruiken om zelf hun containers te stuffen. Gebruikte auto's. En gebruikte spullen, onder andere gebruikte televisies, matressen, stoelen, koelkasten, stereo, noem maar op. De Amsterdamse haven heeft natuurlijk van oudsher veel inkomende lading als cacao en hout. En diezelfde rederijen proberen wij weer van zoveel mogelijk uitgaande lading te voorzien naar West-Afrika toe. Dus vandaar dat hier heel veel Nigerianen, Ghanezen en veel mensen uit West-Afrika rondlopen. Dat is een hele belangrijke, want eigenlijk een van de grootste problemen voor de Amsterdamse haven eigenlijk in de afgelopen jaren altijd geweest is dat we wel genoeg inkomende lading hebben, maar te weinig uitgaande lading. En dat proberen wij met CCI zeg maar te beïnvloeden. De containers worden nu vaak gevuld met tweedehands spullen. Voor Ter Haak blijft het een goede oplossing voor de lege containers. Bij Mayango gaan de zaken ook goed. En op dit moment heb ik het hartstikke druk. Dus ik neem aan dat ik deze keer 3 of 4 containers aankom naar Liberia. Het is geen oude troep. We hebben hier, je ziet veel gebruikte elektronische spullen. We hebben hier in Nederland natuurlijk niks aantal jaren geleden de introductie van het platte televisiescherm gekregen. Terwijl de beeldbuis televisie nog prima functioneerde. En je ziet dat alle ingeruilde televisies verscheept worden naar Afrika veelal. Hartstikke blij, want kijk, we hebben 15 jaar oorlog gehad in Liberia en alles was daar geplunderd. Dus als je spullen voor je familie meeneemt, zijn de mensen echt blij en er wordt alles daar mooi meegenomen. Fortis heeft in oktober 2007 tijdens een van de grootste Europese aandelenemissies ooit cruciale informatie achterwege gelaten. Dat staat in een rapport van de ondernemingskamer. Fortis wist dat er grote verliezen dreigden op zijn portefeuille aan Amerikaanse probleemhypotheken. Beleggers die schade hebben geleden kunnen dit rapport als munitie gebruiken. De Autoriteit Financiële Markten waarschuwt consumenten tegen beurszwendelaars, oftewel zogeheten boiler rooms. De waarschuwing volgt nadat een consument is benaderd door beurszwendelaars. De oplichters proberen zonder vergunning aan consumenten waardeloze aandelen te verkopen. De toezichthouder raadt aan om altijd te controleren of een instelling geregistreerd staat bij de AFM. Na 4 jaar vertrekt Kees Verhoeven als directeur van MKB Amsterdam. Verhoeven heeft een zetel weten te bemachtigen voor D66 in de Tweede Kamer. Op 17 juni zal hij officieel in Den Haag geïnstalleerd worden. Op dit moment is MKB Amsterdam druk op zoek naar een opvolger. Op het internet buitelen de ontwikkelingen over elkaar heen. Daarom kijkt Amsterdam Inc. met serial entrepreneur en internetconnoisseur Boris Veldhuizen van Zanten naar het laatste internetnieuws. Van webhype tot website, van start-up tot YouTube. Iedere week in Boris Bookmarks. Ik ben Boris. Vandaag gaan we het hebben over Twitter. Voetbal. Twitter. Voetbal. Nee, Twitter. Voetbal. Nee, niet over voetbal. We gaan het gewoon hebben over Twitter. Een technologieprogramma, geen voetbal. Miljoen gebruikers heeft Twitter nu. Een spectaculair veel, maar ze willen duidelijk nog veel meer. Dus ze hebben nu filmpjes uitgebracht. En dan leggen ze heel kort uit hoe retweeten werkt en volgen en hoe een timeline eruit ziet. Maar wat is hiervan nou de bedoeling? Dat iedereen gaat twitteren? Ja, Twitter is een ontzettend simpel systeem. Hè? Je post berichtjes, maximaal 140 karakters, dat is het. Maar kennelijk zijn er nog aspecten aan Twitter die niet voor iedereen duidelijk zijn. Dus hebben ze deze filmpjes gemaakt. En als je het zit te kijken, dan denk je van ja, dit snapt toch iedereen, dit is gewoon zo simpel als wat. Maar goed, ik trapte mezelf er toch op dat ik op een gegeven moment met open mond zat te kijken. Dat ik dacht, oh, werkt dat zo? Maar jij wil zeggen dat jij hier dingen zag die je nog niet wist? Nou. Nee, er was toch nog iets met Twitter? Ja, maar daarvoor moeten we even naar mijn speciale roddelbankje. Dus volg me even.
Ja, er is een roddel gestart door mensen dat Twitter 3 dagen down zou zijn. Omdat ze voetbal willen kijken daar. Maar goed, uiteindelijk blijkt het gewoon een roddel te zijn. Maar wel eentje die heel hardnekkig rondwaart en heel veel mensen in beroering brengt. Dit was Boris Boekmarks. Ik ben Boris. Vandaag hebben we het niet gehad over Twitter. Vandaag hebben we het niet gehad over voetbal, we hebben het gehad over Twitter. Tot volgende week.